De Wibautlezing door Marjolein. Dankjewel, Marco. Ja, goedemorgen dames en heren en ook u goedemorgen thuis bij de livestream. Het is een ontzettende eer om hier te mogen staan op deze hele bijzondere plek. Het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Tussen de mooie muurschilderingen van Richard Roland Holst, de man van. En ja, ik vind het ontzettend fijn dat ik ook hier Alia, Sayan en Kautar mag ontvangen. Jullie zijn vandaag mijn speciale gasten en zometeen zal duidelijk worden waarom dat is. Het is een grote eer om vandaag in de voetsporen te treden van al die gerenommeerde politici, geestverwanten, partijprominenten en sociaal-democratische smaak- en opiniemakers die eerder deze Wibautlezing hebben uitgesproken. Ik sta in een illuster rijtje en daar ben ik echt best wel een beetje trots op. Niet in de laatste plaats, omdat Floor Wibaut, de leeuw van Amsterdam, een van mijn grote voorbeelden is. Hij was een van de bekendste en meest geliefde wethouders uit de Amsterdamse geschiedenis. Een man die onvermoeibaar streed voor rechtvaardigheid en tegen armoede. Een held voor al die Amsterdammers die door hem een beter leven kregen. Een deftige heer, een succesvol zakenman, maar vooral een idealist, een doorzetter, een non-conformist. En natuurlijk niet te vergeten, een sociaaldemocraat. Die aan iedereen die na hem kwam liet zien dat je als wethouder in deze stad echt het verschil kunt maken. Juist op lokaal niveau kunnen de sociaal-democratische idealen in de praktijk worden gebracht. Dat vond hij. Groot denken en klein doen, daar gaat het om. Dus introduceerde hij een ideologisch gedreven, activistisch en praktisch wethouderssocialisme. Dat sindsdien veel PvdA-wethouders heeft geïnspireerd. De Miranda, Boekman, Schaefer en ja, ook ik sta vol overtuiging in deze traditie. Een van mijn favoriete anekdotes over Floor Wibaut gaat over dat hij eens in Middelburg met iemand die hij oppervlakkig kende op de trein naar Amsterdam stond te wachten. Toen de trein in zicht kwam, zei de man: "Nu neem ik hier afscheid van u, want ik reis tweede klas en u als socialist natuurlijk derde." Waarop Wibaut antwoordde: "Dat heeft u van het socialisme dan verkeerd begrepen. De bedoeling is niet dat de gegoeden het zo slecht krijgen als de arbeiders, maar dat de arbeiders het zo goed krijgen als de gegoeden. Ik reis eerste klas. Er is geen betere." Een beroemde tijdgenoot van Wibaut was Theo Thijssen, de auteur van onder meer Kees de Jonge. Tevens vakbondsman, raadslid, Tweede Kamerlid van de SDAP en leraar op een Amsterdamse basisschool hier vlakbij in Amsterdam-Oost. Het was een zogenaamde kosteloze school, een school voor kinderen van arme ouders. Thijssen was heel erg begaan met de kinderen die het minder hadden. In zijn roman De Gelukkige Klas, die is geschreven als dagboek van zijn alter ego Meester Staal, verzucht hij dat hij het liefst alle kinderen Frans zou willen geven. Want Frans was nodig voor een goede vervolgopleiding. Maar, zo verzucht hij, dat mag niet. Ik ben gedwongen de kinderen al te vonnissen als ze 10 jaar oud zijn. Door hele gebieden van het leven voor ze af te sluiten zonder genade. Theo Thijssen schreef zijn boeken 100 jaar geleden. En inmiddels lijken wij een stuk opgeschoten als het gaat om kansengelijkheid. Onze minister-president durft zelfs te stellen dat we natuurlijk in een land leven dat in de kern diep socialistisch is. Wat een vrij opmerkelijke uitspraak is voor een liberale premier die al meer dan 10 jaar aan de macht is. Maar velen van ons denken inderdaad dat ons land heel erg egalitair is. Om arts of advocaat te worden hoef je immers niet in een rijke familie geboren te worden. Universiteiten zijn niet voorbehouden aan vermogende mensen, maar zijn er voor iedereen. Toch is dat maar een deel van het verhaal. In mijn werk als wethouder zie ik dagelijks dat kansenongelijkheid nog steeds aan de orde van de dag is. Waar de een onderweg veel steun in de rug krijgt, heeft de ander vooral tegenwind. En waar je uiteindelijk terechtkomt, blijkt toch vaak nog in hoge mate afhankelijk te zijn van de plek waar je wieg heeft gestaan. Het bestrijden van ongelijkheid, een veelkoppig monster, is mijn belangrijkste drijfveer in de politiek. Omdat het een van de allergrootste bedreigingen vormt voor onze samenleving. En ja, ik weet, ik ben niet de eerste sociaaldemocraat die dat monster in de ogen kijkt. En niet zal rusten voordat het is verslagen. En ik zal ook niet de laatste zijn die dat zal doen. Maar het probleem van ongelijkheid in Nederland, de kansenongelijkheid in het bijzonder, is zo belangrijk, is zo urgent, dat ik er niet omheen kan. Vrij naar kerkhervormer Martin Luther. Hier sta ik. Dit is mijn verhaal. Ik kan niet anders. Het is een verhaal over een groter wordende kloof. Niet alleen tussen de haves en de have-nots, maar ook tussen de cans en de can-nots. Tussen mensen met en zonder vaste baan. Met en zonder koophuis of vermogen. Met en zonder sociale steun. Met en zonder geld voor bijles. Met en zonder titels en opleidingen. Tussen mensen die het beste uit zichzelf kunnen halen en mensen die dat niet kunnen. Het is ook een verhaal over het leven als een wedstrijd, als een ladder en over polarisatie. Maar ook over vertrouwen, rechtvaardigheid en hoop. En vooral, en dat zal u misschien niet verbazen, is het een verhaal over kansenongelijkheid in het onderwijs. En vooral hoe we daar vanaf komen. Een verhaal dat door mij wordt verteld, maar waarin u hopelijk ook de stemmen zult horen van al die meisjes en jongens die niet krijgen waar ze recht op hebben. Jongens en meisjes die, en hoe tragisch is dat, niet de beste versie van zichzelf kunnen worden. En niet gewaardeerd worden om wie ze zijn. Shayan, Alia, Kautar en ook hun vriendinnen Hakima, Basma, Halima en Aya. Jullie weten waar ik het over heb. Daarom ben ik heel blij dat jullie er vandaag zijn. Jullie vertelden en schreven 2 jaar geleden over jullie ervaringen en openden daarmee velen de ogen. Is het normaal, vroegen jullie je af, dat als je opgroeit in een minder kansrijk milieu, dat je dan 3 keer zo hard moet werken als alle andere kinderen? Is het normaal dat mensen tegen je zeggen dat je gezien je achtergrond maar niet te veel van je toekomst moet verwachten? En is het normaal dat leraren niet in je geloven en je een veel te laag schooladvies geven? Want ja, je bent wel slim, maar doe maar rustig aan. Jullie wisten niet of dat normaal was en begonnen ook aan jezelf te twijfelen. Jullie zwegen, zoals zoveel, maakten jezelf klein. Dat jullie geen hoop hadden dat het nog zou veranderen. Maar op een dag besloten jullie nee. Nee, het is niet normaal. En jullie vochten je over de obstakels heen. Maar meer dan dat, jullie zochten de publiciteit. Jullie stelden kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs aan de kaak. Niet voor jullie zelf, maar voor al jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en de kinderen uit de buurt. En dat sloeg in. Want als je het hoort van iemand die er zelf middenin zit, dan maakt dat een enorme indruk. Omdat het je heel hard met je neus op de feiten drukt. Harder dan die cijfers uit de krant, harder dan de signalen van schoolbesturen. Harder dan weer een rapport van de onderwijsinspectie dat waarschuwt voor de toenemende kansenongelijkheid. De leerlingen die de dupe zijn van ongelijkheid krijgen dan een gezicht. Dit zijn de kinderen waar het om gaat als we praten over onderadvisering, vroegselectie, segregatie en al die andere systeemfouten die de kansenongelijkheid en de tweedeling in het onderwijs in stand houden en vergroten. Want vooral voor kinderen met een taalachterstand, kinderen met ouders die zelf weinig onderwijs hebben gehad, of ouders met weinig geld, voor al die kinderen pakken die systeemfouten heel slecht uit. Dat bleek ook uit de veelgeprezen documentaire serie Klasse. Het abstracte onderwerp kansenongelijkheid kreeg voor miljoenen televisiekijkers eindelijk een gezicht. Ze leefden intens mee met Anissa, met Yunus Chan, met Gianni, Esma, Vera, Tamo, Figo, Evi, Yunus en Wail. Hun leraren en hun ouders. De documentaire bracht indringend en soms ook hartverscheurend in beeld hoe kinderen zich door hun schoolloopbanen heen worstelen, hoe verschillend hun startposities en omstandigheden zijn en hoeveel impact dat heeft op hun kansen op school en in hun leven. De documentaire maakte heel veel los. Iedereen sprak erover, op televisie, social media, in de Tweede Kamer en in raadzalen. Ook ik werd overstelpt met mails en berichten vanuit het hele land. Mensen schreven me soms pagina's vol over hun ervaringen in het onderwijs en deelden hun pijn dat er eigenlijk nog maar zo weinig was veranderd. Ook ontving ik veel berichten van mensen die schreven dat ze zich er juist helemaal niet bewust van waren geweest dat er zoveel ongelijkheid was. En dat ze daar wat aan wilden doen. Klasse laat heel duidelijk zien dat ons onderwijs steeds meer een wedstrijd is geworden. Een scène die door merg en been gaat is wanneer groep 8 van de Weidevogels, een school met veel kansrijke kinderen, in de klas de schooladviezen krijgt uitgedeeld. Vrijwel alle kinderen in de klas springen een gat in de lucht omdat ze VWO hebben gekregen. Eén meisje zit stil in de hoek, in tranen, want ze heeft een HAVO-advies. De leraar die probeert haar te troosten en hij zegt, het geeft niet. Einstein hield ook van taartjes. We hebben altijd mensen nodig om ze te bakken. Waar komt zo'n opmerking vandaan? Daarvoor moeten we iets breder kijken en iets dieper graven. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd in Engeland een nieuw schoolsysteem ingevoerd. En vanaf dat moment bestond het Engels voortgezet onderwijs uit 3 verschillende stromingen. Grammar School, Secondary Technical School en Secondary Modern School. Kinderen deden op 11-jarige leeftijd een test en scoorden ze dan hoog, dan gingen ze naar de Grammar School. Scoorden ze laag, dan werd het Secondary Modern School. Het was voor socioloog Michael Young reden om een ironische satire te schrijven. Een bericht uit 2033 over wat er in zijn land gebeurd was sinds de invoering van dit schoolsysteem. En levendig beschrijft hij dat de invoering door de jaren heen heeft gezorgd voor heel veel onrust en voor polarisatie. Mensen die werden toegelaten tot de hogere scholen waren steeds arroganter geworden, voelden zich steeds meer verheven boven de rest. Mensen met de lagere onderwijsniveaus voelden zich juist vernederd en gingen de straat op, omdat ze zich door de politiek niet meer vertegenwoordigd voelden. Young noemde zijn boek De opkomst van de meritocratie. En dat woord, dat bedacht hij zelf. Het was een combinatie van het Griekse kratia, macht, en het Latijnse meritum, verdiensten. Macht voor degene met verdiensten dus, waarbij verdiensten dan staat voor IQ plus inzet. Geen aristocratie met macht op basis van geboorterecht of een plutocratie gebaseerd op rijkdom, maar de macht bij de slimste. Het nieuwe onderwijssysteem was geen lang leven beschoren. De Labour Party die maakte er eind jaren 60 al een einde aan. Maar de term meritocratie, die was geboren. Het werd vanaf dat moment heel veel gebruikt. Alleen wel op een heel andere manier dan Jong ooit had bedoeld. Hij had een satirische dystopie geschreven, maar waarmee hij wilde laten zien dat een meritocratie de samenleving uit elkaar drijft. Maar in plaats daarvan werd meritocratie nu vaak in de politieke arena gebruikt als juist iets nastrevenswaardigs. Mensen alleen nog maar beoordelen op basis van hun talent en inzet, dat vonden heel veel politici een goed idee. Ook sociaaldemocraten. Ook in Nederland. Maar is dat wel terecht? Kijk, de meeste mensen vinden het niet meer dan normaal dat je aangeboren talent je een betere positie geeft in de samenleving. Als je slim bent en bepaalde talenten hebt, dan ligt de weg naar een goede baan, een mooi huis, geld, een status voor je open. Maar hoe rechtvaardig is dat nou eigenlijk? Is het echt je eigen verdiensten? Of misschien vooral het gevolg van toeval? De kansen die je krijgt? Neem bijvoorbeeld het voorbeeld uit het boek Cast of Youth van hoogleraar sociologie Thomas Sticht. Door een administratieve fout in het Amerikaanse leger werden eind jaren 70 alle jonge mannen die normaal gesproken niet mochten worden toegelaten tot de opleiding, omdat ze een te laag IQ hadden, toch toegelaten. En wat bleek? Deze mannen konden eigenlijk net zo goed mee als de rest. En bovendien waren hun toekomstperspectieven er een heel stuk op vooruit gegaan. Doordat ze niet waren afgewezen, maar juist de kans hadden gekregen in het leger om zich te bewijzen. Een ander mooi voorbeeld staat in de bestseller Outliers, The Story of Success van Malcolm Gladwell. En daarin staat een onderzoek van de Canadese psycholoog Roger Barnsley. Hij ontdekte dat de best presterende Canadese ijshockeyspelers waren geboren in januari, februari of maart. Dat is natuurlijk een raar gegeven, want wat heeft je geboortemaand nou te maken met je ijshockeytalent? Nou, best veel blijkt. En dat zit zo. De selectie van de spelers vindt namelijk op een jonge leeftijd plaats. Aan het eind van het kalenderjaar. En de jongens die zijn geboren in januari, februari of maart zijn op dat moment dus bijna allemaal maanden ouder dan hun teamgenoten. En ze hebben daardoor vaak fysiek voordeel. Ze zijn net iets groter, net iets sterker, vallen daardoor meer op. En dat vergroot dus de kans dat ze worden geselecteerd. En vervolgens krijgen ze door de selectie nog meer aandacht, extra training, wat hun voorsprong dus nog verder vergroot. Dit is wat ook wel het Mattheüs-effect wordt genoemd, verwijzend naar de Bijbelse woorden. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. De voorbeelden die ik net noemde laten zien dat het in het leven helemaal niet alleen maar gaat om talent, maar zeker ook om de kansen die je krijgt. En dat je er zelf meestal helemaal niets aan kan doen of je die kansen wel of niet krijgt. En u zult het vast met me eens zijn als ik zeg dat het eigenlijk ook best wel logisch klinkt. Maar als we dan met die blik naar de samenleving kijken, dan wringt er iets. Want hoger opgeleiden hebben vaker een vaste baan, verdienen meer, leven langer, zijn gezonder en gelukkiger. En die kloof wordt steeds groter. Omdat de meeste mensen die verschillende uitkomsten kennelijk normaal vinden. Maar is het wel zo normaal dat iemand die intelligenter is ook meer verdient? Is het normaal dat iemand met meer diploma's meer kans heeft op een vaste baan dan iemand met minder diploma's? En is het normaal dat hoger opgeleiden 6 jaar langer leven dan lager opgeleiden? Ik vind dat niet normaal. Want in hoeverre is het verschil op basis van talent nou echt rechtvaardig? Als je heel hard je best hebt gedaan om je diploma's te halen, natuurlijk heb je dan ook een goede beloning verdiend. Maar het wordt al wat ingewikkelder en lastiger als je door toeval, bijvoorbeeld omdat je ouders hele dure bijlessen konden betalen, er doorheen bent geduwd of getrokken. Schoolprestaties blijken afhankelijk van een grote hoeveelheid omgevingsfactoren. Of je ouders je kunnen helpen met je huiswerk bijvoorbeeld. Of ze voldoende geld hebben om niet in permanente financiële stress te zitten thuis. Of ze gezond zijn, of er boeken in huis zijn. Of er thuis Nederlands wordt gesproken. Of er geen huiselijk geweld is. Of er voldoende aandacht wordt besteed aan algemene ontwikkeling. Of je ouders überhaupt thuis zijn. En wat te denken van de school waar je op zit. Heb je wel goede leraren? Kan je met ze overweg? Zien ze jou? Hebben ze oog voor jou? Is het onderwijsniveau op orde? Of is er misschien sprake van een lerarentekort op jouw school? En schatten ze je talent wel op waarde? Dat blijkt nog wel uit te maken. Onderzoek laat zien dat kinderen met laag opgeleide ouders een 4 keer zo grote kans hebben om een te laag schooladvies te krijgen dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Onze meritocratie is dus helemaal niet zo zuiver als dat we denken. Waar je terechtkomt is niet alleen gebaseerd op talent, op inzet, maar voor een groot deel ook afhankelijk van een heleboel omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren waar je zelf geen invloed op hebt en die voor veel ongelijkheid zorgen. Voor gelijke kansen is het daarom belangrijk dat we compenseren voor die omgevingsfactoren. Dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen. Als wethouder onderwijs en armoede heb ik daar afgelopen jaren mijn speerpunt van gemaakt. Ongelijkheid bestrijden met ongelijkheid. Simpelweg omdat kansen niet gelijk zijn verdeeld. En daarom geven we leraren in achterstandswijken een 3 keer zo hoge bonus om zo de beste leraren naar die buurten te trekken. Scholen met meer kansarme leerlingen krijgen meer geld om hun leerlingen beter onderwijs te bieden via de kansenaanpak. We introduceerden de brede brugklasbonus om de vroegselectie tegen te gaan en kinderen langer de tijd te geven om zich te ontwikkelen. En we beperkten de ouderbijdrage en compenseerden waar nodig, omdat onderwijs niet afhankelijk mag zijn van het inkomen van je ouders. Het zijn allemaal dingen waar je als wethouder niet echt over gaat. Maar van het wethoudersocialisme heb ik geleerd dat als je een probleem ziet, je dat probleem ook moet benoemen en daar een oplossing bij moet zoeken. Ook al valt dat buiten de voor jou gestelde regels. Op deze manier hielden we vanuit Amsterdam de landelijke politiek ook een spiegel voor. Zo kan het ook. En ja, het heeft effect gehad. Het heeft geholpen om meer recht te doen aan het talent van kinderen en ongelijkheid tegen te gaan en te bestrijden. Ik ben daar trots op. Maar toch, het is niet genoeg. Niet alleen omdat er nog heel veel ongelijkheid te bestrijden is, maar ook omdat er nog een andere schaduwkant van de meritocratie is die we ook onder ogen moeten zien. Omdat dat minstens net zoveel onrechtvaardigheid veroorzaakt. Namelijk dat het meritocratische denken van onze samenleving een wedstrijd maakt, die ons verdeelt in winnaars en verliezers. De meritocratie ordent onze samenleving als een ladder met hogere en lagere treden. We spreken over hoger en lager opgeleid, over opklimmen en afstromen, over sociale stijgers en over van een dubbeltje een kwartje worden. De boodschap die we daar voortdurend mee afgeven is: hoger is goed, lager is minder. Je komt de uitspraak overal tegen, ook in veel PvdA-retoriek. Van een dubbeltje een kwartje worden komt voor in speeches, verkiezingsprogramma's en manifesten. En ook ik heb het ongetwijfeld meer dan eens gezegd. Maar een aantal jaar geleden begon het te knagen. Wat zeggen we hiermee nou eigenlijk? Natuurlijk moeten de kinderen die naar de universiteit kunnen en willen niet belemmerd worden door waar ze zijn geboren, wie hun ouders zijn of wat hun financiële situatie is. Sociale stijging heeft velen van ons bevrijd. Ook ik ben daar een product van. Als eerste in mijn familie naar de universiteit, als enige gepromoveerd. Maar maakt mij dat beter dan anderen? Door kansengelijkheid te presenteren als, kijk, iedereen kan stijgen, geven we impliciet ook een boodschap mee aan mensen die, om welke reden dan ook, de klim niet maken. Ook de mensen die geen dubbeltjes en kwartjes meer hebben meegemaakt, die weten dat een dubbeltje minder waard is. En is dat nou echt wat we willen zeggen? Helaas heeft het daar soms wel een beetje de schijn van. Want waarom verdienen leraren op het VMBO minder dan op het VWO? Waarom gaan VMBO-kinderen maar 4 jaar naar de middelbare school en VWO-kinderen 6 jaar? Waarom vragen we van VMBO'ers al op hun 15e of 16e om een beroepsrichting te kiezen, midden in hun puberteit, terwijl VWO'ers daar veel langer de tijd voor krijgen? Waarom zijn VMBO-scholen vaak oudere, grotere scholen dan VWO's? Waarom gaan schoolreisjes op het VMBO vaak niet verder dan Antwerpen, terwijl de gymnasiasten naar Rome gaan? Waarom wordt er op de meeste VWO's wel filosofie gegeven en op het VMBO niet? Waarom gaat het bij een vak als burgerschap op het VWO meestal over zelfontplooiing en op het VMBO over de normen en de waarden waar jij je aan hebt te houden? De hoge priesters van de meritocratie strooien ons zand in de ogen over gelijke kansen en ondertussen wordt de kloof steeds groter. En de vraag is hoe we dat kunnen laten gebeuren in een land dat zichzelf zo ontzettend graag op de borst klopt over gelijkwaardigheid. Michael Sandel, hoogleraar politieke theorie aan de Harvard, denkt het antwoord te weten. In zijn boek De tyrannie van verdiensten stelt hij dat de meritocratie leidt tot een samenleving van winnaars en verliezers. De winnaars zijn degenen die de ladder weten te beklimmen, met of zonder hulp van buitenaf. En de verliezers zijn degenen die dat niet lukt. Omdat ze dat niet kunnen of omdat ze daarin worden tegengehouden door hun omstandigheden. Omdat de kloof een rechtvaardiging vindt in die meritocratie, de winnaars hebben er harder voor gewerkt of zijn gewoon slimmer dan de verliezers, bepaalt dat ook het zelfbeeld van de winnaars en de verliezers. Het leidt tot zelfingenomenheid aan de ene kant en een gevoel van vernedering en gekrenkte trots aan de andere kant. Precies zoals Michael Young met zijn satire over het Britse onderwijssysteem al had voorgesteld. Dat succes vaak helemaal geen keuze is, maar het gevolg van louter toeval. Je bepaalt niet zelf het talent waarmee je wordt geboren of de omstandigheden waardoor je wel of niet vooruit wordt geholpen. Dat wordt door de winnaars makkelijk vergeten. Niets fijner dan succes alleen maar zien als je eigen verdiensten. En dat heeft volgens Michael Sandel grote maatschappelijke consequenties. Het zorgt ervoor dat mensen aan de bovenkant van de meritocratische ladder zich steeds minder bekommeren om degenen die onderaan staan. Als je gelooft dat succes een keuze is, dan hebben mensen lager op de ladder dat immers aan zichzelf te wijten. En daarmee leidt meritocratie tot verlies aan solidariteit en het steeds verder uit elkaar drijven van de samenleving. En dat is niet zomaar een theorie van een wetenschapper. Je ziet dat echt overal om je heen. Eind juni zag ik in Tuschinski de première van Generatie VMBO. Een film gemaakt door en met VMBO-leerlingen van het Mediacollege in Amsterdam. Meester Yassine Jalili had mij uitgenodigd bij de première aanwezig te zijn. En na afloop met de leerlingen daarover te praten. Er hing een opgewonden stemming. Er is natuurlijk niks spannender dan jezelf op een filmdoek te zien van 5 bij 2 meter... en al helemaal als je 16 jaar oud bent. Leerlingen hadden niet verwacht dat de documentaire echt in Tuschinski vertoond zou worden, vertelde meester Yassine me voor de film. Toen de leerlingen binnenkwamen zeiden ze, wauw meester, zijn wij dit echt waard? Het slechte imago van het VMBO en het slechte zelfbeeld van VMBO'ers komen ook in de documentaire aan de orde. Een leerling vertelt, ik heb soms vrienden die, als ik zeg dat ik op het VMBO zit, aan me vragen, vecht jij veel? Heb je niet goed je best gedaan op school? De documentaire is heel goed gelukt. Het laat precies zien wat meester Yassine beoogde. Wat een ontzettend leuke kinderen het stuk voor stuk zijn. Maar ik verliet de bioscoop ook met een zwaar gemoed. De manier waarop de kinderen naar zichzelf kijken, als minder, als kinderen die moeten bewijzen dat ze het ook heus wel waard zijn, dat vind ik onverdraaglijk. Welke boodschap geven wij als samenleving eigenlijk mee aan VMBO-leerlingen? Aan de helft van onze kinderen. Hoe zouden we dat kunnen doorbreken? Je zou het in de terminologie kunnen zoeken. Want waarom hebben we het eigenlijk over lager en hoger opgeleiden? Het lijkt mij verstandig te zoeken naar minder hiërarchisch geordende woorden, al ben ik in mijn jarenlange zoektocht nog geen echt goed alternatief tegengekomen. Sommige mensen stellen voor om te spreken over praktisch en theoretisch, wat inderdaad voor veel opleidingen toepasbaar is, maar geen sluitend alternatief biedt. Niet voor niets staat de T in VMBO-T voor theoretisch. En medicijnen kan je net zo goed een praktische als een theoretische studie noemen. Bovendien moeten we vooral oppassen dat we theoretisch dan niet meteen weer boven praktisch gaan plaatsen. Veel belangrijker dan het gebruiken van andere termen vind ik het daarom om te werken aan hoe we al die verschillende talenten en vaardigheden waarderen. Het is een misverstand te denken dat kansengelijkheid betekent dat iedereen de meritocratische ladder op moet komen. Kansengelijkheid moet gaan om een gelijke kans op waardering, op een goed bestaan, ongeacht de aard van je talent. Het gaat over het beste uit jezelf kunnen halen, maar vervolgens ook op waarde te worden geschat. Welke opleiding je ook hebt gedaan en wat voor werk je ook doet. Want echt, de notaris, de bankier of de consultant mogen dan meer verdienen dan de leraar, de verpleger en de pakketjesbezorger. Het maakt ze nog niet meer waard. En dat is in de coronatijd ons allemaal, denk ik, heel erg duidelijk geworden. En daarom moeten we af van het idee dat succes een keuze is en beter beseffen dat het vooral het gevolg is van toeval, het gevolg van geluk. Het geluk dat je met een goed stel hersens bent geboren, dat je gezond bent, dat je in staat bent om je in te zetten. En het geluk dat je geboren bent in een omgeving die je de mogelijkheden biedt en vooruit helpt. Het had zomaar anders kunnen zijn. En als we ons dat meer beseffen en ook onze kinderen daar meer van meegeven, dan zullen we ook een ander meer gunnen. Bereid zijn onze welvaart eerlijker met elkaar te delen. Het antwoord op het doorgeslagen individualistische, meritocratische denken dat onze samenleving al decennia in haar greep heeft, steeds meer verdeeld, is dus een nieuwe koers. Waarin iedereen een gelijke kans krijgt op waardering. Een gelijkwaardige positie in de maatschappij. Het moet socialer en het moet democratischer. Sociaal-democratischer dus. En ja, dat kunnen we deels binnen het onderwijs realiseren. Maar het antwoord op de ongelijkheid in de samenleving vinden we natuurlijk niet alleen maar in het onderwijs. Veel van de ongelijkheid ontstaat of verscherpt zich buiten de school en zal ook daar moeten worden opgelost. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken bijvoorbeeld, waarvan de nadelige effecten vooral terechtkomen bij mensen met minder diploma's. Door de inkomensverschillen te verkleinen, door het verhogen van het minimumloon, door het heffen van progressieve belastingen, maar bijvoorbeeld ook door meer mensen gelijke kansen te geven op het vinden van een huis, door te investeren in betaalbare woningen. Beste mensen, een van de grootste uitdagingen waar de politiek op dit moment voor staat, is het terugvinden van het geloof in de politiek zelf. In wat de politiek vermag. Want als de politiek meer met zichzelf bezig is dan met het werkelijk oplossen van urgente problemen in het land, is het niet gek dat vertrouwen in de politiek verdwijnt. Waar wijs en daadkrachtig politiek handelen uitblijft, ervaren mensen een steeds grotere afstand tussen zichzelf en de overheid. In mijn ogen is dat verlies van vertrouwen voor een groot deel het gevolg van politiek handelen, waarbij verantwoordelijkheid wordt afgeschoven van het collectief naar het individu. Onze samenleving is in toenemende mate terechtgekomen in een meritocratische, individualistische maalstroom. Succes wordt hierin als een eigen keuze en dus ook als een eigen verdienste gezien, waardoor de noodzaak van solidariteit helemaal uit beeld is geraakt. Van geloof in maakbaarheid van de samenleving zijn we opgeschoven naar geloof in het individu dat het zelf maar moet maken. Het neoliberalisme dat ons al jaren, decennia in haar greep houdt, heeft geleid tot een geleidelijke uitholling van geloof in collectieve oplossingen in het algemene belang. Het heeft geleid tot privatisering, flexibilisering en vermarkting van een steeds groter deel van wat van collectieve waarde is. Eerlijk werk, goed onderwijs, betaalbaar wonen, liefdevolle zorg, een veilige leefomgeving. Het is een koers die in het voordeel werkt van diegenen die het zelf wel kunnen rooien, maar in het nadeel van diegenen die afhankelijk zijn van een steun in de rug van ons allemaal. En de oplossing is simpel, maar niet eenvoudig. We moeten terug van het individuele belang naar het collectieve belang. Van nadruk op individueel succes naar gezamenlijk succes. Van een kansrijk leven voor sommigen naar een kansrijk leven voor iedereen. Nederland is geen gaaf land als meer dan 100.000 mensen dakloos zijn, honderdduizenden kinderen in armoede opgroeien, betaalbare woningen niet meer te vinden zijn voor jonge mensen, de publieke sector kampt met hele grote personeelstekorten, jongeren steeds vaker te maken hebben met schulden en psychische problemen, klimaatdoelen niet gehaald worden en bestaanszekerheid een schaars goed is geworden, waarvoor een ieder zelf verantwoordelijk is geworden. En zelfs al zit je er zelf helemaal lekker warmpjes bij, de toenemende ongelijkheid zal ons uiteindelijk allemaal schade toebrengen. Want in samenlevingen waar de ongelijkheid toeneemt, daalt de gemiddelde levensverwachting. Zijn mensen ongelukkiger, ongezonder, voelen zich minder veilig en daalt het vertrouwen in elkaar. Je kan als land nog zo rijk zijn. Als de rijkdom te ongelijk is verdeeld, dan daalt de kwaliteit van het leven van ons allemaal. Het doel van een samenleving moet daarom ook niet economische groei zijn, maar maatschappelijk welzijn en welbevinden. En een kansrijk leven voor iedereen. Niet omdat iedereen hetzelfde moet kunnen worden of kunnen zijn, maar juist dat we waarde hechten aan verscheidenheid. In een rechtvaardige samenleving krijgt iedereen de kans om een eigen plek in te nemen. En daar ook waardering voor te krijgen. Zonder dat daar een voortdurende competitie aan ten grondslag ligt. Waarbij de sterkste altijd zullen winnen. Een kansrijk leven voor iedereen betekent niet alleen het openzetten van de deur van het gymnasium voor degenen die dat kunnen en willen. Maar bijvoorbeeld ook een grotere erkenning van het belang van praktijkonderwijs. Het betekent dat we kinderen langer de tijd geven om zich te ontplooien. En onze waardering vooral uitgaat naar de bijdrage die iemand kan leveren aan de samenleving. In plaats van alleen maar te kijken naar individueel gewin. Ons ideaal moet niet zijn om iedereen zo hard mogelijk te laten streven om bovenaan de ladder te komen. Het onderwijs hoort geen wedstrijd te zijn. Het leven is geen race met winnaars en verliezers. Degene die economisch succes heeft, is niet beter, niet meer waard of hoger dan degene die economisch minder succesvol is. Dus weg met de ladder en waarderen wat van waarde is. Dat is samenleven. Lieve mensen, Heintje David zong bijna 100 jaar geleden: als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. En veel mensen zijn het daar nog steeds mee eens. Ze denken dat ongelijkheid een gegeven is. Iets waar we nooit meer vanaf komen. Een fact of life. Ik ben het daar hartstochtelijk mee oneens. Ongelijkheid is een keuze. Een cynische keuze die ik niet wil maken. We kennen de problemen en we weten dat ze oplosbaar zijn. Dus moeten we blijven strijden voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Met het hoofd, met het hart en met alle middelen die ons ter beschikking staan. Kautar, Hakima, Basma, Halima en Aya schreven een mooie open brief aan het Parool. Daarin beschrijven ze hun ervaringen en roepen ze schoolbesturen op om kansenongelijkheid en segregatie te bestrijden. Ze sloten de brief af met de volgende woorden: alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, moeten kunnen opgroeien in een Amsterdam en in een land waar gelijkwaardigheid geen doel, maar een gegeven is. En beter had ik het niet kunnen zeggen. Dank jullie wel.